welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik een prachtige nieuwe collectie van Too Faced testen. De Too Femme collectie. Kijk even hoe mooi deze collectie is. Wat is dit? Het is zo vrouwelijk. Vlindertjes overal. Ik heb me ook weer helemaal aangepast aan alles. Ik heb ook een vlinderketting, vlinderoorbellen, roze. Het is een super, super vrouwelijke collectie. Het is heel meisjesachtig. Dus het is echt helemaal mijn ding. Want als er iets is wat ik ben, is het echt heel vrouwelijk. En toen ik deze collectie zag bij Douglas, ik dacht echt, ik moet alles hebben. Het is Too Faced, dus het is weer een duur merk. Dus ik verwacht ook wel weer wat van de kwaliteit. Over het algemeen ben ik altijd wel blij met hun, maar ja, ik ben gewoon echt weer heel benieuwd naar deze collectie. Vooral omdat het qua vibe echt helemaal mijn ding is. Roze, vlindertjes, echt jongens, I love it. Ik ga deze video echt 500 keer herhalen hoe mooi ik deze collectie vind. Dus ik ga vandaag een hele mooie vrouwelijke look maken. Het wordt een draagbare look, want ik moet nog weg vandaag. En ja, ik ben gewoon echt heel benieuwd om alles te gaan gebruiken. Nog helemaal niks is gebruikt. Het is echt een eerste indruk video. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. En vind je dit nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze review. Oké, zoals je kunt zien heb ik mijn gezicht make-up al gedaan. Foundation, contour, concealer, poeder, etc. Ik ben vandaag gegaan voor een full glam glowy make-up look. Want dat is gewoon de look die ik ook vandaag wil maken. Het wordt heel vrouwelijk, heel glowy, maar wel echt gewoon full glam. Deze collectie heeft 1, 2, 4 producten. Oogschaduw, blush, lipstick en mascara. En we gaan beginnen met het oogschaduwpaletje. Dit is het Too Faced Too Femme Ethereal Eyeshadow Palette. Heeft een prachtige blauwe verpakking met allemaal vlinders erop. En dit is dan hoe het paletje eruit ziet. Best wel klein, smal en rechthoekig. En dit is dan de inhoud. Je krijgt 14 prachtige matte en glanzende kleuren. En dit zijn echt hele vrouwelijke pastelachtige kleurtjes. Dit ziet er echt prachtig uit. Alleen al deze verpakking is heel mooi. De rest is allemaal roze. Maar het oogschaduwpaletje is blauw. Heel erg mooi gedaan. I love it. En het gaat dicht met een magneet. En het ziet er echt gewoon prachtig uit, jongens. Kijk, deze verpakking met al die vlindertjes. Ook een grote spiegel. Ik heb al zo een paletje van Too Faced van de Teddy Bear collectie. Die video staat ook al online op mijn kanaal. En dit paletje lijkt heel veel op dit paletje. Zoals je kunt zien, het is dezelfde stijl. Alleen is dit paletje meer bruinig. Maar deze was echt heel, heel erg fijn. Dus ik hoop dat dit paletje ook net zo fijn gaat zijn. De kleuren zijn echt prachtig. Heel lenteachtig. Echt ideaal voor de lente straks. Mooi blauw, rozig en ook een paar bruine kleuren voor in je crease, etc. Echt heel mooi. Je hebt twee grote kleuren. Die twee zijn mat. En hier zie je ook wat vlindertjes. En hierin staat Too Faced. Ja, dit is gewoon echt prachtig, jongens. Ik vind het heel mooi. Hij is ook best wel zwaar en hij is niet al te groot, dus ook ideaal voor op reis. Ik kan echt niet wachten om hier een leuke look mee te maken. Ik wil ook echt die blauwe kleur gebruiken en zo. Ik ga echt voor roze en blauw vandaag. Gewoon echt allebei de kleuren wil ik gebruiken. Dus laten we inzoomen op de ogen. Ik ga beginnen met de mat roze kleur hier. Die kleur breng ik aan in mijn hele Arcadehoog. Ik breng het aan met mijn Zoeva 228 Fluffy Quast. Dit is echt mijn go-to Fluffy Quast. Ik gebruik altijd deze. En dan ga ik mijn hele Arcadehoog mooi roze maken. Ik heb de collectie niet ontvangen of zo. Ik heb het gewoon helemaal zelf gekocht bij Douglas. Oké, ik moest best wel wat aanbrengen om de kleur te zien, maar dat komt ook wel echt omdat het een lichte kleur is, dus dat is niet heel raar. Dan ga ik in met de roze matte kleur hier. Die is best wel donker. Alle kleuren hebben ook een naam, maar die staan hier achterop en dat vind ik altijd echt heel vervelend. Dan pak ik echt een vleugje van die kleur, echt maar een heel klein beetje. En dan gaat die kleur ook in mijn arcadehoog. Ik ga niet te ver zo. Ik blijf echt zo van die ronde bewegingen maken. Want ja, ik wil het wel echt draagbaar houden vandaag. Anders gaan mensen echt iets hebben van wat de F heeft zij gedaan. Wauw, die kleur is echt heel mooi. Ze blenden ook echt heel fijn in elkaar in. Dit ging echt top. Kijk hoe smooth dit eruit ziet. Het blendt echt heel makkelijk. De kleuren zijn heel mooi. Dan breng ik heel even een nude oogpotloodje van Benefit aan in mijn onderste waterlijn. En dan ga ik die twee roze matte kleuren ook aanbrengen op de onderste wimperrand. Dan ga ik nu een halve cut crease maken met concealer. Zo, de cut crease maken vandaag ging echt goed. Gewoon in één keer, bam bam. Dan pak ik deze lichtblauwe matte kleur. En die kleur ga ik aanbrengen over de hele cut crease. Ik vind het zo mooi, zo'n blauwe kleur. Die kleur is ook echt heel fel. Het gebeurt niet vaak dat zo'n pastelachtige kleur zo fel aanbrengt. Dus dat is wel echt heel uniek. En dan ga ik ook nog in met deze blauwe glanzende kleur. En die wil ik dan ook nog op die blauwe kleur aanbrengen over de hele cut crease. Wauw, mooi glanzend. Oké, dit is een hele mooie glanzende kleur, maar het is wel echt een oogschaduwtopper. Het heeft niet echt heel veel pigment, het is gewoon vooral glans en glitter. Maar ik vind het wel mooi op zich. Maar het heeft wel echt fallout en het gaat er ook niet af.
Dat is wel een beetje vervelend. Ik wil het gewoon bijna aanbrengen met een lijm. Het is zo los, het plakt niet echt heel goed vast. Maar goed, het is wel echt, echt heel mooi. Dan pak ik weer een beetje van die twee roze kleuren. En dan ga ik die hier inblenden met die blauwe kleur. Jongens, dit ziet er wel echt heel mooi uit. Kijk hoe leuk dit is. Het is echt super fel. Het blende echt gewoon goed. Het enige wat ik jammer vind is dat die glanzende kleur niet heel goed blijft plakken. Maar al met al is hij wel echt heel erg mooi. I love it. Echt een mooi paletje dit. Ik kan niet wachten om ook die andere kleuren te gaan gebruiken. Of de meer bruinige kleurtjes. Heel mooi. Ik ben echt heel blij met hoe het is gegaan. Next up is een mascara. Dit is de Too Faced 2 Femme Better Than Sex Mascara. Deze is dus niet nieuw. Dit is gewoon hun cliché originele Better Than Sex Mascara. Iedereen houdt van deze mascara. Iedereen vindt hem fijn. Alleen hij zit gewoon nou in een andere verpakking. Ook zo roze en vlindertjes. Kijk even hoe cute deze verpakking is met echt heel veel vlinders erop. En je hebt hem ook in het blauw. En dat is dan de waterproof versie. Dan is hij zo blauw net als dit paletje. Dit is ziet er heel mooi uit. Deze mascara heb ik al ooit gehad en ik vond hem echt fantastisch. Hij geeft volume, lengte, hij krult, hij doet gewoon echt alles. I love it. Kijk hoe lang dit mijn mini wimpers maakt. Jullie weten hoe ze er normaal uitzien. Dit is echt gewoon fantastisch, jongens. Als je nog op zoek bent naar een goede mascara, ik raad hem echt zeker aan. €25 is nog gewoon te doen, is niet al te duur. I love it. Echt fantastisch. Oké, ik ga even nep wimpertjes opdoen en dan kom ik zo bij jullie. De ooglook is helemaal af en ik ben echt obsessed. Ik vind het zo leuk. De wimpers die ik op heb zijn Primark wimpers in de stijl 822. Deze wimpers staan echt perfect met deze vrouwelijke look. I love it. Nou ga ik beginnen aan het gezicht. Ik heb een nieuwe blush. Dit is de Too Faced 2 Femme blush. Weer een mooie roze verpakking met vlinders erop. En dit is dan hoe de blush eruit ziet. Een vierkante verpakking. En dan als je de klep openmaakt, zie je echt een prachtig roze blush erin met vlinders en een hele mooie spiegel. Dit ziet er echt ook weer fantastisch uit. Ook deze gaat weer dicht met een magneet. Het is heel mooi, maar hij is wel echt heel glanzend. Toen ik hem zag online, ik dacht dat de vlinders glanzend zijn en de roze kleur gewoon mat was geweest. En dat je dan gewoon een mooie matte blush had met een soortig van mooie glans er doorheen of zo. Maar het is echt gewoon helemaal glanzend. Ik vind het zo heftig. Ik vind het bijna geen blush meer. Ik vind het gewoon bekant highlight. Ik zal hem even swatchen voor jullie, want dan hoop ik dat je het kunt zien. Ik vind het gewoon zonde om het te swatchen. Kijk even hoe glanzend het is. Het is echt super glanzend. Wel echt heel mooi roze, dat wel. Er zit ook een mix in van Moringa en Tamanu olie en dat voedt en verzacht. Nou, ik ben benieuwd jongens. Ik ga het gewoon aanbrengen. Ik heb al gebronsd met cream bronzer. Pak gewoon een beetje van die blush. Ik hoop niet dat hij te veel gaat glanzen. Ik hou wel van een lichte glanzende blush, maar niet too much. Deze kleur is echt prachtig. Ik hou van een mooie roze blush. Dit matcht echt perfect met mijn huidskleur. Het is ook niet te glanzend. Het is wel echt glanzend, maar niet te. Het kan er nog wel gewoon mee door. Heel mooi glowy. Love it. Als je gaat voor een mooi glowy effect, dan is dit echt de blush voor jou. Kijk die mooie glow hier. Ik zou persoonlijk aanraden dat als je deze blush aanbrengt, je niet nog ingaat met een highlighter. Want dat wordt echt te veel. Dit is echt meer als genoeg glans. Maar ik vind het wel heel mooi. Ik was zo bang dat het te veel zou zijn, of weet ik veel. Maar dat valt echt mee. Kijk, deze look, hoe schattig. Ik vind het echt de meest schattige look ever. Ik denk niet dat ik nog meer ga aanbrengen, want dan kan het misschien wel echt te veel worden. Het is zo mooi glanzend. Ja, jongens, echt heel mooi dit. I like it. Je moet wel echt houden van een glanzende blush. Hè? En die gouden kleur van die vlinders is gewoon een overlay. Dus dat is gewoon een spray en die gaat helemaal weg zoals je kunt zien. Het wordt gewoon helemaal roze. Ik vind het echt heel mooi. Echt, ja, gewoon echt heel mooi. En het laatste product is voor de lippen. Dit is de Too Faced 2 Femme Hardcore Lipstick. Weer die mooie roze verpakking. En dit is dan hoe de lipstick eruit ziet in een heart shape. En dit is dan de kleur. Heel mooi roze met een klein hartje midden in de lipstick. Weer echt die mooie verpakking dus. Je had echt een heleboel kleuren. 6 kleuren en ik ben gegaan voor nummer 3. Die is echt best wel roze. Ik vind dit zo schattig. Dit is gewoon een hartje. Kijk even dit jongens. Ik vind dit ook echt een ideale collectie voor Valentijn dat er aankomt. En dit vind ik ook heel cute. Het ruikt echt naar snoep. De rest van de collectie had helemaal geen geur. Maar de lipstick ruikt echt naar geur. Naar snoepjes. Je kunt zien dat hij echt best wel wat kleur heeft. Ik verwachtte dat niet. Maar er is echt best wel wat kleur. Het is een hele creamy lipstick. Mooi. Wel echt heel roze.
Maar ja, dat is ook de kleur waar ik voor ben gegaan. Het is echt een lipstick, want zoals je kunt zien, er komt superveel kleur vanaf. Maar het voelt aan als een lipbalm. Dus het is heel voedend, verzorgend. Het voelt heel fijn op de lippen. Alsof je gewoon een balmpje opdoet. Maar dan met echt heel veel kleur. Wat is dit? Een topcollectie. Er staat ook online dat er shea butter in zit. En acerola, kersenextract, wat dat ook is. En vitamine C. En dat is dus waarom die zo fijn aanvoelt op de lippen. Ik vind hem echt heel fijn. I like it. Ik vond heel deze collectie echt top. Mensen, dit ging echt goed vandaag. De hele collectie vind ik echt toppie. Ik had stiekem al wel verwacht. Omdat ik hun Teddy Bear collectie ook al echt top vond. Had ik wel gewoon verwacht dat het nou ook zo ging zijn. Het paletje is echt super duper mooi. Echt een lentepaletje. Let wel op dat dus die glanzende kleuren zijn meer topper. Hebben niet heel veel kleur, maar wel echt heel mooi. Als je houdt van roze, nude en zo, dan is dit echt een top paletje voor jou. De blush is ook heel mooi. Ik dacht echt, hij gaat veel te glanzend zijn. Maar ik vind het gewoon echt nog wel oké. Ik vind het echt heel mooi roze. De lipstick is echt top. Als je houdt van een mooie zachte lipbalmachtige lipstick. Als je hele droge lippen hebt als ik, je gaat het dan echt geweldig vinden. En het ruikt echt heerlijk. En ik vind het er gewoon echt heel cute uitzien. Als je dit een te heftige kleur vindt, maak je niet druk. Ze hebben echt nog een heleboel andere kleuren. Ja, en de Better Than Sex mascara is gewoon echt een topper. Voor al jaren echt gewoon een fantastische mascara. Dus ik raad echt de hele collectie aan. Het is een kleine collectie slash 4 producten. Maar wel echt amazing en super mooi. En echt, ik ben er echt helemaal enthousiast over. I love it. Echt de prijs waard. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vonden. Let me know beneden in de reacties. Is dit een collectie die jij ook zou halen. Als er één ding is wat ik zou mogen aanraden van heel deze collectie, want ik snap dat niet iedereen de hele collectie gaat halen, is het echt de lipstick. Ik vind die echt super fijn op de lippen. Maar goed, let me know beneden in de reacties. Ik hoop weer van jullie te horen. En zoals altijd hoop ik dat jullie weer hebben genoten van de video. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!